ik ben Maartje en ik dans in de voorstelling Meis met de zwavelstokjes. We zijn nu in het theater en we zijn hard aan het repeteren voor de voorstelling. En ik dacht, misschien is het wel leuk om je vandaag mee te nemen en een kijkje te geven achter de schermen. Dus ik ga nu naar de repetitiezaal toe. Zo, ik ga nu even opwarmen. In de voorstelling hebben we ook videobeelden. En in de scène, ik noem het altijd Winter Continues, want het is het tweede winterstuk. En het is best wel een verdrietige dans op die muziek. En dan draai ik wat altijd rond, omdat het soort van een heel veel gevoel is ook in mijn hoofd wat naar boven komt. En dan moet ik altijd oppassen dat ik niet duizelig word. Dan probeer ik altijd sneller rond te draaien. En dan zie ik dit. En Meis met de zwavelstokjes is natuurlijk een sprookje dat iedereen kent. Het is best wel een treurig sprookje. Toen we aan het repeteren waren voor de voorstelling, wilden we wel kijken, oké, hoe kunnen we dat meisje een beetje meer pit geven? Ik ben ook wel gewoon een beetje opstandig in het stuk en kan ook echt een beetje vuur geven. Wat ik heel erg leuk vind om te doen en ook heel interessant is hoe je zo verschillende facetten, verschillende kleuren kan geven aan de rol. In de voorstelling zie je hoe Meis van het koude noorden naar het zuiden gaat. En dat is echt een baddentocht. En daarbij moet ik altijd denken aan mijn vader. Want mijn familie is geboren van mijn vader in Indonesië. En toen hij 12 was, is hij met zijn hele familie, zijn ze eigenlijk het land, zijn ze ontvlucht. Zijn ze naar Nederland gekomen. En dat hebben ze gedaan met een bootreis. En dat was echt een hele lange reis. En als ik in het stuk sta en ik zie Meis en ik zie haar die tocht maken, ja, dan emotioneert me dat echt. Dan denk ik aan die boot en die boottocht. En dat is dan weer een gevoel dat ik kan gebruiken in de choreografie, in de dans die daarna komt.